Hoe ben jij er zo toe gekomen om torso's te gaan bewerken? Ja, dat is een lang verhaal, maar ik zal het proberen een beetje kort te houden. In 2017 heb ik een geperforeerde blinde darm gekregen. En toen ben ik eigenlijk zo onderuit gegaan dat zelfs ademhalen al te veel moeite kostte. En ik kan niet zo goed stilzitten. En toen ben ik iets, ik moest iets doen. Dus ik heb ergens een platte torso die zo tegen de muur kan hangen, heb ik op de kop getikt. En daar ben ik sterrenbeelden, want dat is een andere passie, horoscopen maken. En daar ben ik sterrenbeelden op gaan schilderen en dat vond ik eigenlijk zo leuk. En toen dacht ik, ja, daar kan ik eigenlijk nog niet al mijn creativiteit in kwijt. En toen heb ik de eerste, was een koperen die ik gemaakt heb, geschilderd heb. En daar was ik zo hyper en zo enthousiast over. En ja, toen was het, ik noem het al creatief uit de kast komen. Maar toen ging ik helemaal los. En toen heb ik een boekje moeten kopen om alles een beetje te ordenen qua ideeën. En ja, zo is het gekomen eigenlijk. Waar haal je dat vandaan? Nou, ik heb als kind altijd al een hele grote fantasie gehad. Ik ben helaas opgevoed in een heel zwaar christelijk niveau, of hoe zeg je dat, gemeenschap, waar je geen fantasie mocht hebben. En dus dat is aardig onderdrukt en ik heb het gevoel dat dat nu allemaal eruit komt. En ik blijf ideeën houden. Maar het kan ook, ik kan een sieraad zien of een ketting of een broche en dan heb ik gelijk al een torso in mijn hoofd. Dus dat houdt niet op. En je geeft ook workshops, hè? Ja. Elke tweede zaterdag van de maand geef ik workshop in het Noorderhus in Windmolenbroek. En ik kan thuis ook workshops geven. Dus, Heel veel mensen mogen mee profiteren van jouw geweldige werk. Ja, het is echt. Het is gewoon leuk. Het is zo ontzettend leuk om te doen. En ik vind het al prachtig om dat door te geven en iedereen het plezier te geven van het schilderen. Want vooral het kleuren mengen en dan zoiets bijzonders tevoorschijn krijgen. En dan combineren met sieraden. En ja, het is niks leukers als dat. Ja, want er komt geen spuitbus aan te pas, hè? Nee, het is allemaal, ik laat altijd mijn kwastjes zien. Maar geen spuitbus, gewoon kwastjes, kleine kwastjes.